Vrijdagmiddag hielden Nijmeegse woonwagenbewoners een demonstratie op het Marienburgplein. Zij pleiten voor meer standplaatsen voor woonwagens in de stad. Diverse sprekers deden op het plein hun verhaal. De woonwagenbewoners voelen weinig steun vanuit de Nijmeegse gemeente. Zij zeggen dat er nauwelijks naar hen wordt omgekeken. In andere gemeenten zien zij hoe het wel kan. Demonstranten proberen in Nijmegen dezelfde oplossingen te bewerkstelligen. Want wij vinden, we hebben ook recht. Op het ogenblik hebben we alleen maar plichten. En dat is betalen van onze rekeningen. Maar recht hebben wij niet. Wij horen niet in een huis, wij horen in een woonwagen. Dat is ons leven, daar willen we zijn. En als burgerpersoon, laat ik het zomaar even noemen, zo noemen wij de mensen dan, is het heel moeilijk te bevatten, waarom willen jullie in die woonwagen? Je kan het vergelijken, jullie gaan op vakantie, jullie nemen een caravan mee en jullie genieten. Nou, hetzelfde genieten hebben wij in die woonwagens. De vrijheid, er voor elkaar zijn. En dat is ons doel, ons leven, ons cultuur en dat hopen we door te geven. En ik vind het heel jammer dat de gemeente Nijmegen dit naast zich neergooit. Maar er zijn nog meer gemeentes die het doen. En we hopen in Nijmegen het standpunt af te geven van wat we hier doen, kunnen we ook elders doen. Dat wij dus echt gaan zeggen, wij hebben ook recht. We eisen niet, we vragen heel normaal, geef ons het plekje. Geef ons het plekje voor onze woonwagen. Er zijn er een aantal die hebben vooruitgang geboekt. Als ik nou alleen maar noem Zwolle, daar staan er, even kijken, 7 op een parkeerplaats. En wij noemen dat kampeerwagens, maar het zijn tourcaravans. Die mensen hebben het voor elkaar dat er water is, ze hebben stroom en ze hebben toiletten. Het enige wat ze nog niet hebben, dat zijn douches. Maar die bereiken wat. Die is een levensovertuiging.